We staan hier voor de paarden van Ankie van Grunsven. Bonfire en Salinero, daarmee won ze goud op de Olympische Spelen, op diverse Olympische Spelen. Ze woont hier een stuk verder, daar links de bolst op. Ja, maar je woont nog een Olympische kampioen, hè? In zijn dorp als Erp. Hoe krijg je het voor elkaar? Daar woont Mirjam Oremans, die woont daar ergens. En zij won zilver met Chrissy Bogert in de tennisfinale tegen de gezusters Williams. De toen nog piepjonge gezusters Williams. Willem den Dekker, daar gaat het over vandaag. Is geen Olympisch kampioen, maar wel een talentvolle voetballer. En naar hem gaan we op zoek. En eens kijken of hij thuis is, of hij bereid is om hier met ons een mooi videootje te maken. Dus op zoek naar Willem den Dekker. Het regent. Willem den Dekker, hier op een mooie locatie hier in Erp, waar je altijd gevoetbald hebt. Maar ja, inmiddels al een maatje verdwenen bent richting Gemert. Hoe bevalt het? Gemert, nieuwe club. Wel een aantal vragen die ik me vooraf stelde. Hier is natuurlijk een hele hechte club ook. Het eerste elftal was eigenlijk voor mij echt een vriendengroep. Geldt ook voor de lagere teams waar ik natuurlijk mee gespeeld heb. Gewoon veel vrienden. En vroeg ik mezelf af, hoe is het daar in Gemert? Voetballend zat het wel goed daar, dat wist ik van tevoren al wel. Maar qua sfeer en zo was ik ook benieuwd hoe dat daar was. Maar het is nu na een maandje ben ik er al achter gekomen. Het is een prima, leuk team. Leuke jongens, de staf. Word je ook een beetje in de groep opgenomen? Ja. Dat is echt vanaf week 1. Ze betrekken je gewoon. Ik ben natuurlijk niet de enige nieuweling, maar ze... Ja, de nieuwe jongens die betrekken zich gewoon goed bij, dus dat is super. Ja, je verlaat ook een leuke club hier, Erp. Daar heb je heel je jeugd gevoetbald. Heb je er lang over na moeten denken voordat je de beslissing nam, ik ga naar Gemert? Dat is... Een paar nachtjes slapen? Nee, geen paar nachtjes, want dat is wel een langere beslissing geweest. Omdat ik een jaar daarvoor was ik ook al daar op gesprek geweest. En toen heb ik zeg maar voor gekozen om... Toch nog een jaar bij Erp te blijven om toch nog voor een stukje ervaring op te doen. Was je niet slecht afgegaan? Nee. Ik was toen, toen was ik nog gewoon 18 en ik had hier nog zat te leren. André Cornelissen die heeft mij in dat jaar ook nog veel kunnen leren. En uiteindelijk toch de keuze gemaakt om naar Gemert te gaan. Ja, André Cornelissen, uiteraard, was jouw trainer. Ik heb hem laatst nog gesproken. Hij zal een keer naar je wezen kijken. Toch wel leuk. Ik neem aan dat je er een aardige band mee had. André was natuurlijk, we hebben de laatste twee seizoenen ging voor Erp rare seizoenen, liep niet altijd even lekker, maar toch tussen mij en André was het altijd al een goede klik. Hij had mij Jullie konden elkaar lezen. Ja, inderdaad, en dat gold voor in het veld maar ook buiten het veld, dus heb veel van geleerd.
Ja, heb je de ideale rol bij Gemert? Je speelt hier zo'n beetje achter je voorhoede. Al wat ik je altijd spits noem, maar dat schijnt niet te mogen. Je bent geen spits. Heb je die rol, krijg je die rol ook bij Gemert? Ik heb je slechts één keer zien voetballen, dus ik kan er niet over oordelen. Bij Erp was het vooral dan niet echt de spits, hoe jij het noemt, maar achter de spitsen. Dus op nummer 10. Daar ging ik bij Gemert toen ik begon, toen was daar ook zeg maar mijn insteek. Maar al gauw bleek dat de trainer meer kansen zag op nummer 6. Dus Reinald Boeren. Ja, Reinald Boeren juist op nummer 6 als verdedigende middenvelder. Tot nu toe bevalt dat prima. Het is wat, ja, je komt wat minder voor de goal, maar ja, van achteruit kun je toch gevaarlijk zijn om alsnog mee naar voren te gaan. Ja, hier bij Erp, hè, daar hebben we het al over gehad. Leuke club. Cornelissen zei gisteren tegen mij, hij zei eerlijk tegen mij, ze hebben een goede vervanger met Jurgen van Warrooy. Hij ziet ook een beetje de strategie die ik volg met voetbal. Maar hij kon het alleen niet begrijpen dat hier Koen van Deurzen nooit is benaderd door andere clubs. Hij is de beste spits die er rondloopt hier, zit hij. En die is nooit benaderd. Kon je er goed mee overweg? Ja, Koen die was natuurlijk... een hele belangrijke speler voor ons. Hij is niet alleen kopsterk, tikt hij bijna de 2 meter aan, maar conditioneel is hij ook heel sterk en daarbij kan hij ook nog aardig voetballen. Ja, maar Luc van der Steen is ook vrij lang, hè? Ja, daar hebben we veel kopduels mee gewonnen met die twee. Nee, ja, maar Koen, ik weet niet hoe het gaat lopen. Als hij nog even goed zijn best doet, wie weet. Ja, hoe is jouw koptechniek? Ja, ik ben niet echt heel groot, maar... De timing en de sprongkracht die is wel redelijk. Dus kan we af en toe wel eens een duelletje winnen. Ja, Gemert op dit moment. Overigens een verschrikkelijk aardige club. Goede club, goede keuze. Gemert, ik heb het idee dat bij Gemert alles wat ze momenteel aanraken in goud verandert. Ja, nou ja. Euforie heet dat, hè? Ja. Nou, de voorbereiding is denk ik wel goed verlopen. Vooral met de bekerwedstrijd tegen Hoek. 6-0 HVCA. 6-0 HVCA, inderdaad. Nog een paar meer leuke uitslagen. Maar ja, met tot nu toe als toppen denk ik gewoon de bekerwedstrijd tegen Hoek. Ja, je bent PSV supporter, want ik zag een mooie foto van jou hangen toen je moeder de deur opende. Of je zus, samen met Afelai. Ja. Je gaat vanavond naar PSV kijken. Als dit uitgezonden wordt, dan weten ze inmiddels de uitslag. Dus dat is eigenlijk wel grappig. Maar nu kan Feyenoord naar Gemert. Maar ja, dat zal je niet uitmaken, denk ik. Nee, ja, weet je wat het is? Daar kun je alleen maar van dromen, denk ik. Ja, nu ben je een maandje bezig bij Gemert. Als je nou even vergelijkt hier met Erp, hè, is er dan niets wat je mist? Wat is nou eigenlijk het grootste verschil? Ja, behalve dat het dan allemaal een beetje professioneel gaat. Maar zijn er geen aanmerkbare verschillen hier met Erp? Zeg het maar. Ja, ik denk dat het... het grootste verschil niet, dat is natuurlijk het niveau wel... Dat het allemaal wat sneller gaat. Ook wat professioneler op sommige vlakken. Maar ook de derde helft, die was hier in Erp, was die wel heel belangrijk voor iedereen. En dus daar is die er ook, maar daar is het allemaal wat minder uitgebreid. Ja, op een gegeven moment moet je bonnen kopen, joh. Dat is toch niks? Nee, dat is inderdaad waar. Hier moesten we gewoon zelf lappen en daar hebben we het soms wat makkelijker. Nou, tot slot wil ik van jou weten een voorspelling van PSV tegen Borisov, of hoe heet de club? Ja, Bate Borisov. De wedstrijd is nog niet gespeeld, dus als we dit uitzenden wel, eens kijken even gelijk. Wat schat je? Vanavond gaat het 2-0 voor PSV worden. Nou, daar besluiten we mee. 2-0 voor PSV. U weet of u gelijk heeft gehad.